De gemeente Nijmegen gaat definitief op zoek naar een andere exploitant van het Goffertbad. Eind 2022 loopt het contract van de huidige uitbater Sportfondsen Nijmegen na 23 jaar af. Diezelfde uitbater heeft ook het Erika Terpstra-bad en het Sportfondsen Bad West onder zich. Dat blijft voorlopig zo. Eerder dit jaar werd er nog genoten van het 69 jaar oude bad en werd er volop gezwommen. Sommige gemeenteraadsleden vrezen dat door hoge kosten geen nieuwe huurder gevonden zal worden en dat dus het laatste buitenbad van de gemeente zou moeten sluiten. De gemeente acht die kans nihil. Er zou al interesse zijn getoond.